Mensen, ik kan het even doen over een nexie video. We gaan snel door waar we gebleven waren. No sign of Lodgok out here. Want we moeten nu de mijn gaan betreden. Oké, hier want de kostel mee. En daar moeten we dan de Lodgok zien te meehelpen. Look at the size of this mine. Something seems wrong. Dit is wel de echte mijn. Hoppakee. We moeten wel heel snel op actie, oh, hoppa. Oh jee. Kunnen we even veranderen in een torentje en jou echt proberen, hoppakee. Even kijken, ik denk dat we deze moeten gebruiken. Ik weet niet wat de tafel is. En wat muntjes. Er is ook nog een kist. Hoeveel muntjes, hoppakee. En er gaan een karretje op. Ik weet niet wat voor karretje. Just like Gringotts. Oh shit, ik kan ook besturen zelfs. Something seems wrong. How deep will this take me? Red Rock's gonna be pleased with you. It was not that hard. Rebellion. Kijk. Hij heeft er wel een kachel. Incendio. Oh kijk. Die moeten we dan gebruiken. Maar goed, jongens, ik wil jullie even een excuus aanbieden. Oké, hier moet ik naar beneden. Die ene kachel dat ik beneden toen straks heb aangezet, kon ik namelijk niet meteen met de lift naar boven. Dus moest ik wel gaan vechten met die grote goblins en die sterke goblins. Maar ja, ik ging toen namelijk dood, zoals je net ook misschien wel kon zien.
zoals ik ook kon zien. Waarschijnlijk gaat hij ook dood, maar ik hoop van niet. Dus laten we meteen maar de aanval in. Van doen, hoppa! Oh! Hoppakee! Hey, rustig aan, hè? Zo, hey. Opa! Rebellion. Waar zit die andere? Niemand meer. Ik doe het eerst de kachel aan. Hoppakee, de kachel staat aan. En dan hier het volgende karretje, denk ik. Ja, hoppakee. Dus we gaan voor de tweede keer het tweede karretje naar voren. Dan kan ik auto ook snel gaan, want zo, we zijn nu al bij het eindpunt. Waar we nu uitkomen, is de vraag. Oh kijk, hier dus. Hey, de deur gaat open. Dat was dus ook de bedoeling. Kan ik het opnieuw gebruiken, ben ik bang. Maar ook daarom nog een keer. Ik weet ook niet precies. Niet de bedoeling dat we terugkomen bij de ene plek waar we net vandaan kwamen. Oh, licht. Oké. Oh, we moeten dus met de licht. Oké. Oké, dat was dus de bedoeling. Hier nou zit geen meer muntjes. Oké, guys, one rock. Oké, daarachter zit de drill, maar eerst moeten we denk ik die goblins gaan uitschakelen. Ja, dus. En ook nog die grote troll. Oh jee. Zo. Zo, hoppa, yo! Kijk, druk hier! Oh, daar wat mis. Zo, oh, richtig jongens! I will make you pay.
Oké, je ziet dat één, dat ongelijkje. En wat gaat het gebeuren? Ja, blijf jij maar zitten. Yo, hey, yo. Dan maar wat richting aan, hè? Zo. Nog goed dat ik een beetje tijd. Zo, hé. Zo, ik kon niet snel genoeg opnemen, joh. Eindelijk. Oké, de drills moeten we kapot maken. Oké, graag. En dan een andere. Hoppakee. Wat er nu gebeurt eigenlijk. Die drill is helemaal kapot. Waar hij al heel lang uitgewerkt. Is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one looking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Waarom geeft hij het boek aan hem? De genialiteit ligt aan Rengrok van Lord Gok. All this time, you knew. You knew where it was. Yo, oké, dit is niet te bedoelen. Don't! Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So, Gollum. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrok. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. Omdat wij net die droog hebben gevonden. Looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragpaw's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. Dat was gewoon een klein beetje een broer van elkaar, joh. I don't need any of you. Maar ze vertrouwen allemaal niet. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. Zo. Oh, het brengt netjes toch, maar vertrouwen allemaal niet elkaar niet. Ook mij niet. En wij gaan vlug op ons karretje. Weg van de. Voor zelf doorgaan met die instorting. Ja, maar wij moeten naar een plek wegwezen. Plek een dik gebouw. Dat plek moet ik eigenlijk op.
We moeten vlug naar buiten. Voordat we heel de boel neerstort. Oh, kijk. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. We zijn nu buiten, gelukkig. Need to know Ranrock has that journal and knows where the final. Wat we eigenlijk heel snel moeten doen, niet naar de map chamber. Om hun het nieuws te gaan vertellen, natuurlijk. Dus ja, dan moeten we denk ik dat maar gaan doen. Als snelste. Goed jongens, we zijn namelijk nu bij. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliterated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rackham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Okay, my beasts. Okay. Find a piece of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils. Whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Ja, dus we moeten meteen naar de ene plek waar dat ook is. Voordat Professor Weasley ook allemaal in de gaten houdt wat we aan het doen zijn. Oké, daar moeten we heen. We zijn namelijk aangekomen bij de berg of iets, waar we hier niet meer kunnen vliegen, dus verder moeten we ook hier gaan lopen. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Revelio! Oh, wat was dat is? Ik kan het proberen kapot te maken, maar. Of ik moet het hier in de fik zetten, dat kan ook nog, hè? Oké, ik heb hier de boel in de fik gezet. It is. I believe I know what must be done. Ik weet niet wat precies de bedoeling was. Do you recognize the head sculpted there? De head sculptor.
Ik weet niet zeker, maar ik denk. That's ahead. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Okay. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Nou, dank u wel. En nou, waar ik nou precies heen moet, is de vraag. Wel meer dan 1 kilometer, maar goed. Hier moeten we dus ergens zijn. This must be the place. Dat we hier naar beneden moeten. Zo mogen we hier niet komen, omdat hier dus de beest zich vervindt. Very well, Lord of the Shore. Zoveel mogelijk. Kijk, ze komt, maar... Oké, ik zal het heel mooi ontwijken. Ik zal het heel mooi ontwijken, jongens. Kijk verder. Oude Marie, hoppakee. Zo. Hebben we wat meer dingetjes? Zo, zijn staart gebruikt die ook gewoon. De verkeerde kant op, die op. Oké, op deze manier dus. Verkeerde kant, sorry.
Zo, goedemorgen. Hij gaat onkipbaar. Hij wordt dikker, denk ik. Of sterker, ik denk die wordt dicht. Zo, hé, zeetje. Zo, oké. Ik deed heel veel damage. En we hebben hem. Eindelijk. Ik heb heel vaak overnieuw moeten doen, maar ik laat maar één keer zien. Oké, we moeten knie op de knieën zitten. Hopelijk maak ik een goede keuze. En ook goed is. Hebben we wel respect gewonnen van hem. Zodat we hem niet meer hoeven aan te vallen. Want ik weet niet wat er gebeurt als ik hem nog verder zou aanvallen. Daar heb ik zo oprecht geen idee. Maar we kunnen nu eindelijk juist op hem rijden. Wee. Hoe werkt de stad? Oké, we kunnen met hem juist deze dingen aanrijden. Oké, dat is top. Kijk, zo tegen. Oh, ik denk dat we erom lopen. Die komt op. Je moet gewoon doorlopen. Moeten we helemaal doorlopen terwijl ik met Simba? Ja, blijkbaar wel. Dit is wel geweldig, dit toch? Hoppakee. Dit is wel gevaarlijk, hoor. Maar ja. We moeten wel. Maar goed, helpt hij ons nu ook. Nou, brengen. Oh, deze kant op. Het is nu nog 100 meter. Oké, ik weet niet wat er nu gebeurt, maar... Hij opent de deur naar de
ergens heen dat mapje in bedenk ik. Of ja, naar de onze laatste herinnering. Waar we nu zijn, is de vraag. Oh. Ik kan er niet op. Oké, ik heb het nu al wel bezet. Dus. Als we nu doorheen lopen, komen we uit bij de. Een locatie, maar ik weet niet wat voor locatie dit is. Maar goed is. Is hier. Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Picard. I shall see you back in the map chamber. Okay, hier beneden zit de herinnering. Jawel, de laatste, allerlaatste herinnering is eindelijk in zicht. Gaan we even kijken. Wat is er gebeurd met al die professors in de laatste herinnering? Hier is de onthulling en we gaan het allemaal zien, jongens. Hello. Isadora? Isadora? Mr. Morganock, I... Hij kan ik onder controle van Isadora of zo. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Okay, ze nemen de anderen ook mee. I need you to return to your common room, all right? De vier professors die zijn eigenlijk onderweg, hopen om haar te kunnen stoppen. Kijk, daar is ze. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. You won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus!
Maar wat... Zo. Wat voor spreuk gebruikt de dier, joh? Ai, jee. Wij zijn doorgaan. Is blijkbaar sterker dan hun twee heen. Maar dat is wel spannend, denk ik, hoor. Kom op. Au. Oh. Aangaat, Kadabra heeft die gebruikt. Maar of het nou geholpen heeft. Oké, ik weet niet of dat toen precies had geholpen of niet. Maar dit was wel de laatste herinnering, althans tot nu toe. Dank dan. Ja, hoop het wel. Snel kijken wat je allemaal te vertellen hebben. Caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the four artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrok for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Okay, so moeten de nieuwe toverstaf. Once you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrok's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Okay. Maar hierbij ga ik namelijk wel ook de aflevering afsluiten. We gaan bij de volgende aflevering dan de toverstaf meenemen en hierheen brengen. En we gaan ook natuurlijk het eindgevecht aan. Dus waarschijnlijk is het dan het eindgevecht tegen Ranrok. En hoe dat allemaal zal gaan, dat zien we allemaal in de volgende keer. Dus, ik ben gesloten. Geef een te liken en te abonneren en bedankt te zetten. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!